Cambuur bij Omroep Leo wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma Koffie, Thee en Apparatuur en Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening. Trotse supporters van Sportclub Cambuur. Kevin van Kippensluis, je zei net al even van het was een hele slechte wedstrijd, maar ja, het voelt toch als een overwinning, denk ik. Ja, overwinning. Ik bedoel, ik denk dat we heel, heel blij moeten zijn met het punt. En we hebben gestreden tot aan de laatste minuut. En dat resulteert in een 2-2 uit bij een heel goed NEC, denk ik. Dat mag ook gezegd worden. Ik denk dat NEC het goed op de rit heeft. En wij voetballend niet op de mat hebben gelegd wat we kunnen. En wat we in de voorbereiding hebben laten zien. Maar daar valt werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker blij moeten zijn met hoe wij met vechtlust de 2-2 binnenhalen. Ja, hoe kon het dat het qua spel er niet helemaal uitkwam wat jullie voor ogen hadden? Was het een stukje spanning misschien? Ja, ik denk dat dat er uiteindelijk wel mee te maken had. Want je ziet bij jongens die normaal zo gemakkelijk voetballen toch wel een beetje de spanning. En we kwamen die voetballer niet onderuit, verkeerde keuzes. Maar dat moeten we later gaan analyseren. Nu moeten we gewoon blij zijn met de 2-2. En goed punt. Ja, als je dan daarnaar kijkt, hè, naar de uitslag 2-2, wat zegt dat dan over jullie als team? Als je toch nog een gelijkspel hier uitsleept? Ja, dat zegt denk ik wel, dat zegt wel iets. Dat, dat we niet opgeven. Vorig jaar gaan we hier volgens mij 0-1-3 eraf. Komen we ook op 1-0 voorsprong. Daarna geven we het weg 3-1. Wordt het eigenlijk een soort van een gatenkaas achterin. En nu werd het juist de andere kant op. En legden we eigenlijk het probleem bij NEC om vol te pressen. En NEC speelde eigenlijk de laatste 8 minuten wat wij de tweede helft speelden. Lange ballen. En wij waren de laatste 8 minuten aan het voetballen. Eigenlijk viel de 1-0 ook op een heel ongunstig moment. Hè? Want anders had het misschien ook zomaar 0-0 kunnen worden. Ja, en ik vind ook wel vrij uit het niets. Want zij creëerden niet heel veel. Zij waren een aantal keer gevaarlijk met voorzetten. Maar daar hadden zij niet heel veel dreiging uit. Dus volgens mij was dat ook echt voor hun de eerste 100% kans die ze creëerden. Alhoewel het niet eens een kans was. Dus een afgeslagen bal waarbij gewoon met BTB moeten lopen. En dan ga je met 0-0 de rust in. Maar dat is allemaal achteraf gelul. Nu 2-2 ben ik tevreden mee.